Maar wat is dat toch zalig dat die ringen van de Apple Watch, dat die al vol zijn nog voordat de dag start. Kijk hè, als je een kaart pakt, moet je dat zo. En dat is mijn Polestar. En daar ga ik nu een update over geven, want nu, ik weet niet 100% zeker als ik mezelf heb uitgenodigd of als ik... of als zij mij uitgenodigd hebben. Zie je daar handjes van Noah, maar de rest kan ik niet laten zien. Goedemorgen, welkom in een nieuwe vlog. Ik zit hier alleen in de auto, maar ik ga hier al lekker fitnessen. Want ik ben hier bij HubHub. Zelfs komt Noah en Elle hier ook naartoe, want die moeten ook gaan fitnessen. Maar Elle, Noah nog niet. Maar ik zie hem dat binnenkort ook nog wel doen als hij een klein beetje ouder is. Maar nu dus snel naar binnen, sportkleren aan en terug fit worden voor de dag begint. Ah, training zit erop. Maar wat is dat toch zalig dat ik hier die ringen van de Apple Watch, dat die al vol zijn nog voordat de dag start. Zalig. Net lekker gedoucht. En nu is het tijd om naar Noah te gaan, want die zit hierboven met zijn Switch te spelen. Nog even wachten op Elle en dan kunnen we al gaan middag eten. Zelfs ga ik nog een update geven over de Polestar. Want er is een update van binnengekomen en dat is misschien wel ook interessant om te weten. Na al dat BMW-nieuws van de afgelopen 2 weken, dat we wat Polestar-nieuws gaan geven. Eerst nog een kleine tussenstop nemen, hier bij de Aldi. Dank je, mama. Ga jij ook winkelen? Dank je, mama. Zie ze hier, de grote en de kleine. Maar we hebben slecht nieuws, denk ik, schat. Alles is leeg, mama. Op, alles is op. Alles is op. Maandag de hier. Daar, mini-santjes. Yep. Zijn op. Is een op. Alles is op. Is een worsten. Nee, XXXL. En daar staat panda. En worstelsworsten. Oh ja, dat is het merk panda. Maar kijk wat ik hier ook gevonden heb. Een XXXL worst. Bijna zo groot als die van mij. Vandaag. Allemaal leeg. Leeg, leeg. Leeg, leeg. De tractors, dat gaat het zijn. De boeren die een strage zijn en die alles plat leggen. Aangezien ze daar niet alles hadden, moeten we nu maar eens hier in deze winkel gaan kijken. Hè. Maar verwacht, als één winkel daar last van heeft van dat boerenprotest, dat de andere winkel daar ook wel last van gaat hebben. Help me, laat hem zo. Kijk hè. Als je een kaart pakt, een mandje pakken. Nu is de volgende er wel mee. Ja, we hebben ketchup nodig, kruidenketchup. We hebben ook mosterd nodig. Appelmosterd. Nee, geen appelmosterd. Appelmosterd is wel zwart. Zelfs komen die vrouw weer tegen waar je ruzie mee gemaakt hebt, weet je dat nou? Ja, maar nu doe ik niet zo. Nu ga je dat nu niet meer doen. Derde keer, goede keer. Het zijn klein taartjes, een promo, Noah. Noah twijfelt tussen een taartje en deze donuts. Welke donuts twijfel je dan tussen? Die? Ja, weet je wat, pak die maar mee. Een 02? Ja. Dank je, papa. Je bent de beste papa van de wereld. Ja. We zijn in 3 winkels geweest, maar we hebben gelukkig heel veel snoepkoeken, wafels en zo gevonden. Eigenlijk hebben we niks anders gekocht dan dat. Ik mag niet liggen. We hebben ook fruit gekocht. Ik heb peren gekocht. Peren, ah, oké. Okay. Ik dacht dat je
bedoelde de abrikozenwafel en de... Nee, dat is niet. Maar we hebben nu de afgelopen 2 weken over BMW bezig geweest en de nieuwe mooie auto die Ellen besteld heeft. Die wij besteld hebben. Maar er komt iets anders nog veel sneller aan. En dat is met een Polestar. En daar ga ik nu een update over geven, want Polestar doet dat wel goed. Hè? Dus die maken die auto in China. Je krijgt een bericht, een mail, als die auto gemaakt wordt. Je krijgt een bericht als die klaar staat om op de boot te gaan. Je krijgt een bericht als die op de boot staat en onderweg is naar hier. Je krijgt een bericht als uw auto in België is. En nu staat mijn auto op als status op transport. En afleveringsdatum op eind februari. Dat is niet meer zo lang. Nu, op het werk zelf staat hij op eind maart, maar dus hij zal wel ergens tussen eind februari en eind maart er zijn. Dus ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Ik heb nog geen kenteken, staat hier op de website van Polestar. Dat is nog even afwachten, hè. Maar dus nog een paar weken maximum. En dan moet ik mijn rode auto afgeven. Jammer. Maar dan krijg ik wel een grijze in de plaats. Een donkergrijze. En zoals je ziet hier, Polestar 2 staat op transport. En als we bestelling bekijken, dan zien we hier bestelstatus transport, afleveringsdatum eind februari. Volgens mij staat die dus nu in Zeebrugge te wachten op vervoer richting Zelk, ergens in Brussel, maar aan de verkeerde kant van Brussel. Want dan moet ik over de ring gaan en dan vraag ik mij af, gaan ze die auto gedeeltelijk hebben opgeladen? Want ik moet dan meer dan 100 kilometer gaan rijden. Of ga ik al een tussenstop moeten maken ergens aan een snellader? Maar dat gaan we dan wel zien en dat ga ik ook uiteraard filmen. Wil je dat niet missen, vergeet niet ergens op die abonneerknop hieronder te klikken. En dan gaat je binnenkort zien hoe we eerst de Polestar gaan afhalen. En dan midden van dit jaar hoe we de BMW X2 gaan afhalen. En nu gaan we iets heel leuks doen. Allee, ik vind dat toch leuk. Ik heb mij enkele maanden geleden uitgenodigd bij iemand om te gaan eten. Nu, ik weet niet 100% zeker als ik mezelf heb uitgenodigd of als ik of als zij mij uitgenodigd hebben. Ik ben niet 100% zeker, het kan alle twee. Ik durf alle twee te doen. Maar, daar gaan we nu naartoe. Het is niet zo ver rijden, want het is bij Jelle. En ze zouden daar iets lekkers te eten hebben. Schat, heb ik mijn eigen uitgenodigd of zijn wij uitgenodigd daar? Want dat was ik niet 100% zeker. Want ik zei, ik kan het alle twee doen. Jij hebt heel veel uitgenodigd als uiteindelijk u hebben uitgenodigd. Ja. Dat is waar. Misschien dat ik een paar keer heb gesuggereerd van... Zou dat niet eens interessant zijn? Hè? Dat we eens kunnen eten, barbecue kunnen of zo. Maar nu is het geen barbecue, nu is het iets anders. Hè? Het is pastaavond. Ja, pastaavond. Dat is ook lekker. Maar daar gaan we dus nu snel naartoe. Best aangekomen hier. Ik weet niet als ik veel ga binnenfilmen, want ja, we zijn op bezoek bij mensen. En dat is misschien niet zo netjes om daar zomaar te filmen als dat. Dat is misschien een beetje ongepast. Maar zoals je ziet, Noah die vindt het wel. En we zitten terug in de zetel. Ik heb er niet gefilmd, maar ik kan wel zeggen dat het super gezellig was. Dat het heel lekker was. Ik heb heel lekkere lasagne gegeten. En een goed dessert. Wat zegt je? Ik ben een video aan het afsluiten. Ze komen me weer storen, hè. Toch dat type hetzelfde. En het is ook laat. Het is al 11:30. Maar kijk eens wie hier ook nog zit. Allee, licht. Wil je niet gefilmd worden? Ik ben moe. Oké, Noah is moe. Maar Noah heeft zich wel heel goed geamuseerd samen met Jelle. Hij heeft heel veel gespeeld. Wat heb jij eigenlijk gespeeld? Niks. PlayStation. Wat heb je gegeten? Niks. Je kan hem niet filmen, want hij is nu aan het strippen. Nu moeten we wel zo'n stripmuziek konden zetten. Wacht, hè. Dat kunnen we niet filmen. Dat gaan we ook niet doen. Maar we gaan wel deze video afsluiten. Dus heel erg bedankt om te kijken. En heel graag tot de volgende keer. Nee. Zie je daar het handje? Dat is van Noah. Maar de rest kan ik niet laten zien.